Fietsen. Oh, wauw. Wat mooi. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdagochtend. Dinsdag! Zie je gewoon dat ik schrik van deze gek? Het is dinsdag en ik heb Olivia naar de crèche gebracht. Wij hebben Olivia naar de crèche gebracht samen. En we gaan nu een foto maken en dan hebben we afspraken, kantoor, et cetera. Dus, let's go. Oh ja, en deze trui is van Naked. Maar ik heb allemaal nieuwe spullen van Naked, die ga ik in deze vlog weer laten zien. Yay! Weet je wat grappig is? Ja. Hoe jouw vlogcamera eruit ziet. Hoezo, omdat er een barst in zit? Nou, niet alleen een barst, maar deze... Ja, als de mensen het zouden kunnen zien, het is echt... It's just a joke, basically. Wij hebben net twee afspraken gehad. Echt waar? En we gaan nu de stad in. Echt? Eventjes. En dan ga ik naar Bodyfix. Daar heb ik echt zin in. Nou, weet je wie er echt de Bodyfix nodig heeft? Sander Kleinenberg. Denk het wel. Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, maar het is zo irritant. Ik wil best wel, weet je wel. En dan ga ik af en toe een paar weken. Ja, dan zie ik ook wel resultaat. Chagrijnig resultaat. Maar, sporten bedoel je? Ja, maar ik we gaan binnenkort weer sporten. Nee, goed, maar ik moet natuurlijk gewoon... Kijk, ik ben al een kleine een heer op leeftijd. Niet op stand, maar op leeftijd. En ik moet gewoon 3 keer in de week dat hart heel even een optate geven. Toch? Oké, schat. En met jou lukt dat niet meer, dus ja. Dan moet ik dat toch met sport doen, maar. Houdoe. Wij hebben Olivia gehaald op de crèche. There she is. Olivia, was het leuk op school? Was het leuk op school? Ga je je jasje uitdoen? Rit moet ook open, hè? Moet ik helpen? Ja. Hey guys, good morning. Het is woensdagochtend en ik heb Olivia net naar de crèche gebracht. En ik ben moe. Want laat gaan slapen. Moeten we vandaag echt vroeg naar bed. Ik ga Sander even wakker maken, die slaapt nog. En hem even koffie brengen en dan... De hele dag werken. Ik heb de hele dag gewerkt en ik moet mezelf er nu echt toe zetten dat ik ga opruimen. Het is zo'n bende. Dus ik ga, ik heb ook de hele dag make-up op, een gezichtsmasker opdoen. En ik ga een haarmasker in doen, denk ik. Ja. Ik was dus sinds kort, ik had hier ook een Instagram post over gedaan, mijn haar met de Supreme Length lijn. Dit is niet de shampoo en de conditioner. Die staan in de douche. Daar was ik mijn haar nu mee sinds kort. Want mijn haar is, zoals jullie weten, super dood en droog, et cetera. Van al mijn blondeeracties. En daar wil ik eigenlijk niet mee stoppen, want ik hou echt van blond haar. Dus ik gebruik dit nu een tijdje. Ik had het opgestuurd gekregen. En toen ben ik het eigenlijk gaan gebruiken. Misschien omdat het roze was, omdat het me aansprak. I don't know. Maar ik ben er heel erg tevreden over. En deze leave-in ga ik nu ook in mijn haar doen. Die gebruik ik echt heel vaak. Dit is dus echt ideaal als je, net als ik, beschadigd haar hebt en stug haar hebt. Of droog haar. Of als je je haar niet wil knippen. Bibi gebruikt het ook. Want Bibi die wil haar nog langer eigenlijk laten groeien. Bibi gaat trouwens zaterdag naar de kapper. En dan krijgt ze voor het eerst, ik weet niet of ze het leuk vindt dat ik het vertel eigenlijk. Dat ga ik zo van haar vragen. En dan krijgt ze voor het eerst highlights. Dus dat is echt cool. Ik ga zoveel wat inspiratieplaatjes voor haar zoeken. Ik kreeg mijn eerste highlights volgens mij ook in de brugklas. Ik denk dat dat er echt super mooi gaat staan. Dat is zo lekker. Ik heb gewoon het idee ook echt dat mijn haar dorst heeft. Klinkt echt heel stom. Dat heb je toch ook wel eens bij je huid? Of hebben jullie dat nooit? Dat je dan een dagcreme opsmeert en dan denkt van, oh my god, mijn huid had echt dorst. Dat heb ik nu sowieso. Van het reizen, weinig slaap en alles. Dus ja. Het ruikt ook lekker. Maar goed, ik doe dus nu het dikker dan normaal. Normaal doe ik gewoon een klein beetje in de punten. En dan föhn ik mijn haar na het wassen. En dan is het echt super zacht. En ze zeggen dus ook dat je haar minder snel hoeft te knippen als je deze crème gebruikt. Dus ja. Hope you like it. Misschien gebruiken sommigen van jullie het al. Als dat zo is, let me know what you think. Ik doe mijn haar nu even lekker in de staart. En ik ga opruimen. Good morning. Het is...
donderdagochtend. Ik ben net wakker. Ik heb even gedoucht. En make-up opgedaan. Ik ga zo maar feunen. En dan ga ik ontbijten met Mo en Jacques. En daar heb ik heel veel zin in. Want ik heb Mo echt 2 weken niet gezien. Dat is echt zo lang. En Jacques heb ik echt 1,5 maand niet gezien. So it's gonna be fun. En ik heb er heel veel zin in. Dus ik ga me even aankleden. Haar feunen. Ik zullen. En naar het Amstel. Ik ben in het Amstel met Jacques en Mo. We zijn lekker aan het ontbijten. Het is zo lekker. Ik ben weer thuis. Het was super gezellig het ontbijt. En nu ga ik me even omkleden. Want er zit een vlek op mijn pak. En naar een volgende afspraak. En dan moet ik 2 foto's maken. En iets filmen voor een klant. En dan gaan Sander en ik eten voor Koningsnacht. Ik ben weer thuis. En om heel eerlijk te zijn voel ik me echt niet lekker. Ik denk dat het misschien komt door een beetje slaapgebrek of zo. Bel. Maar ik dacht, ik ga even 5 minuten zitten. Ik heb hoofdpijn en bleh. Ik moet zo foto's maken en filmen. En dan naar een diner. Hoe laat is het nu? 5 uur. Ja. En ik wil alleen heel graag, ik ga zo mijn kast opruimen. Dan kan ik dat ook eindelijk even doen. Ik heb echt de allerleukste bestelling ooit van Naked gedaan. Zoals jullie weten doe ik altijd op Instagram een samenwerking met hun. Maar ik laat het ook meestal even in de vlog zien. Niet altijd, maar meestal wel. En nu vroeg een aantal van jullie er weer om. En ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Dus ik ga zo even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb altijd de kortingscode voor op Instagram. Die is Noor25. Daarmee krijg je 25% korting. Mochten jullie iets willen bestellen, voordat ik het vergeet. En ja, het geldt op alles van de website. Dus ja, dat. Ja, dat ga ik zo even bij elkaar pakken. En dan ga ik het beneden laten zien. Deze trui. Trouwens, ik heb al de hele week allemaal kleding aan van Naked. Misschien hebben jullie het al wel gezien. Deze trui is echt mijn fave van die order. Dat is een cropped knit trui. Ik had hem vandaag aan met, ik heb nu deze broek aan. Maar ik had hem vandaag aan met een high-waisted jeans. En hij is super zacht en hij jeukt niet. Ik heb iets dat ik vind alles jeuken. Maar die trui van Naked vind ik dus nooit echt jeuken. Daarom vind ik het ook heel chill. Maar ik zal zo meteen in de spiegel. Had ook een aantal mensen vorig jaar gezegd dat jullie de spiegel beneden chiller vinden als ik het daar laat zien. Ik zal in de spiegel beneden zo eventjes alles laten zien. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend en het is Koningsdag vandaag. En ik ga met Olivia gezellig naar Bussum. Dus ik ga even spulletjes inpakken en die kant op. Ik ben aangekomen in Bussum. Ik ben gezellig bij Suus en Louis en Olivia is middagdutje hier gaan doen. En we zijn net naar schooltje hier geweest. Daar heeft Olivia pony gereden en allemaal spelletjes gedaan. Dat was heel leuk. En nu gaan wij in de tuin eten. Hi Louis. Eet smakelijk. Was het leuk jongens? Kato, was het leuk? Nee, was het leuk? Ik heb mijn hand niet meer, want ik aan het rijden ben. Ding valt. Val, was het leuk? Het was zo leuk, ik heb echt genoten. Het is echt helemaal wild times maar in Bussum. Leuk is ook gewoon hier in de dag in Bussum. No? Het was echt heel leuk, vooral voor kinderen. Jij moet verhuizen naar Bussum. Helemaal de bom. Oh, Kato, wat kan je mooi zingen? Olivia is er ook, jongens. Maar die is verderop. Olivia heeft een paardenbloem, toch? Oh ja, paardenbloem. Olivia heeft een paardenbloem. Ga maar blazen. Kijk, dat is mijn vlinder. Dan mag je een wens doen. Goed zo. Nog een keer? Blazen? Heel hard. Goed zo. Oh, wauw. Wat mooi. Deze gaat heel goed. Ja. Ik ben weer thuis en ik ben met Mo aan het feesten. Mo is aan het stomen. I have the best Kings Day ever. Mo heeft echt een heel erg rock'n'roll Kings Day. Het is inmiddels 3:30 s'nachts en ik heb net opgehangen met Mo. Ik heb echt zo lang gefacetimed. En ik ga nu lekker slapen. En de vlog afsluiten ook voor deze week, want het is, morgen, het is nu alweer zaterdag en de vlog komt morgen online, bedenk ik me nu. Ja,
Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb geen idee wat dit voor een vlog was wat ik allemaal gefilmd heb. Ik hoop dat ik wat leuke dingen gefilmd heb. Oh my god, ik heb jullie beloofd dat ik die naked haul zou doen. Dat is echt stom, dat was ik vergeten gisteren. Oké, weet je wat ik doe? Ik doe morgenochtend nog die naked haul en dan ga ik de vlog afsluiten. Good morning guys, het is zaterdag en we zijn even wakker. We hebben net lekker McDonald's gegeten en ik dacht, ik ga toch nog even snel mijn nieuwe naked spullen laten zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Voor degenen die niet van hauls en zo houden, dan is het chill, want dan is het achteraan de video, dus dan kan je wegklikken. Ja, let's start. Hey, voor duidelijkheid, met de code NOR25 krijg je dus 25% korting op alles wat ik laat zien. En ik zal het hier even in beeld zetten en ik zal elk item individueel even hieronder linken. Dan weten jullie dat. Dus zeg maar per item. Dus deze trui krijgt dan een aparte link en dan kunnen jullie het wat makkelijker vinden. Dit is de eerste trui. Ik wilde echt al heel lang zo'n hoodie of hoodie, een cropped sweater hebben. Dus ik was heel blij dat ik deze gevonden heb. Dit is hoe die eruit ziet. En ja. Dit is de volgende trui. Die heb ik al best wel lang gezien. Bij Naked. Al een tijdje. En die wilde ik heel graag. Het is echt zo'n lekkere fluffy panterprint trui. Het is echt super zacht. En ik heb hem denk ik in een medium. Ik hoop dat alles in een medium voor degene die het willen weten. Dit is mijn favoriete item van alles wat ik gekocht heb, denk ik. Zoals jullie weten hou ik echt heel erg van dit soort jurkjes. En deze is volgens mij ook maar 30 of 40 euro. En met die 25% korting kost hij dus helemaal niks. Als ze hem nog hebben, want zoals jullie weten, dit soort jurkjes zijn altijd zo snel op. Maar die vond ik echt super leuk voor Ibiza en zomer. En misschien voor Santorini. En deze gaan jullie ook wel leuk vinden. Dit is een oversized shirt van Champion. Je kan hem ook zo doen. En dan in een strakke broek. Broekje. Ik zal hem even hierin doen. Maar ik vind deze zo cool. Dit is ook even mijn favoriete items, denk ik. I love it. Kijk hoe nice. I like it. Oké, nee, ik heb een nieuw favorite pak. Ik moet alleen iets breder hiervoor zijn. Ik had deze nog niet aangetrokken tot nu. Maar, want het is koud buiten. Maar dit is zo nice. Ik heb dit wel een 38. Het is wel een beetje groot. En deze wel een 36. Maar deze kleur is zo bizar mooi. En vet voor de zomer. Echt, I love it. Oh, Olly wordt wakker. Oké, dit is de volgende outfit. Deze trui. Met die poofy mouwen. En deze rok. Die rok staan is echt super zacht. Ik weet niet of die van Naked zelf is. Of van iets anders. Maar I like it. Ik hou sowieso van wit en alles dat wit is. Dit is de volgende top. Hoe leuk is die met die mouwen? Is ook leuk bij een rokje. Of een zwarte broek. Maar ik heb even lekker weer mijn oude spijkerbroek aan gedaan. Maar ik vind hem heel mooi. Ik vind die mouw echt super leuk. Dan heb ik nog dit superleuke lange denimjasje. Die ik ook op zich, als ik hem dicht doe met een riem erover, als een soort van jurkje aan kan. Maar ik hou echt van oversized denim jasjes. Ik vond deze heel vet. Ook hoe die mouwen zitten. Dat er niet zo'n knoop of zo zit. Hij is zeg maar gewoon afgeknipt. Hoe mega intens leuk is deze trui. Love it. En hij is ook echt zo cozy. Hij is zo lang. Voor degene die het wil weten. I love it. Zo lekker zacht en warm. Het is vandaag echt koud. Misschien hou ik deze aan. Alleen er is nog één trui die ik wil laten zien. Ja. Die doe ik ook nog wel even aan. Nee, ik ga die niet laten zien. Want dat is die trui die ik van de week aan had. Die blauwe off-shoulder. Toen ik met Sander in de stad was. Had ik die toen laten zien? Volgens mij wel. Die is namelijk echt super leuk. Okay. En ik ga dus ook bij deze de vlog echt 8 afsluiten. Volgens mij heb ik deze vlog 3 keer afgesloten. Dus laat echt nergens op. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je wilt subscriben zou ik dat heel leuk vinden. Dat kan hieronder. En ik zie jullie woensdag weer.